Groningen begint steeds meer plezier te beleven aan de eigen jeugdopleiding. Dat blijkt vandaag uit de basisopstelling, waarin een plaats is ingeruimd voor Skodran Metaj en Tom Hiarie, beide 19 jaar. Hiarie stond afgelopen donderdag tegen Feyenoord voor het eerst in de basis. Dat was een van de weinige Groningers die in die wedstrijd een voldoende haalde. Lorca, te kort. Veel te kort die kaats. Loveren. Nefland was vertrokken. Paas niet goed. Espinoza zit ertussen. Dan is dit ook slordig. Komt hier de eerste echte grote kans. Berg en de redding van Veldhuizen. Loveren. Nefland op tijd gestart en geen buitenspel. Is nu door. Gaat voor eigen succes. Veldhuizen redt. Ten tweede malen. Hoekschop Groningen. Veldhuizen onzeker. En geruimd door Jakubu. Kruiswijk. Brengt hem opnieuw in. Opnieuw Jakubu. Sanko. Vitesse massaal terug. Slimme bal richting Nefland. En die kopt hem rakelings naast. Vitesse massaal terug, maar weer staat het niet goed. Want Berg kan zomaar uit de dekking lopen. Hier komt de kans aan voor Metaj. Die raakt hem niet vol. Stemman. Kruiswijk. En Sanko. En weer valt die bal goed. Nefland. Nou, is dit dan de 1-0? Nee, weer Veldhuizen. Die kan zich zo langzamerhand lekker gaan onderscheiden. Het is een uitstekende goalie en dat laat hij in de eerste 20 minuten nu al zien. Espinoza dekt weer niet goed. Nefland laat het na om het nou een keertje af te straffen. Berg zoekt de combinatie. Dan is dit een overtreding van Sprokkel. En krijgt Groningen dus een vrije trap op een metertje of 25 van het doel. Silva, die kan het hard. Het gaat geplaatst. Nefland, oh! Hij mist weer. Het lijkt zo middag te worden voor Erik Nefland. Berg, slim, laat lopen voor Loveren. Stemman, bal springt op, brengt hem toch goed in. Berg, Veldhuizen, Nefland nog niet. En dan is het nog altijd 0-0. En dat mag je een klein wonder noemen, want ook Silva kan uiteindelijk niet afdrukken. Sanko. Spits van Groningen in beweging. Die beweging is nou net het probleem voor de verdedigers van Vitesse, die statisch opereren. En daardoor komt hier weer een kans. Berg probeert het ineens. Maar weer is het geen doelpunt. Lindgren. Stemman is gestart. Krijgt hem dan ook prompt, maar een beetje achter zich. Dus moet hij inhouden. Metaj had nu weer mee kunnen geven op Stemman. Aangetikt door Swets. En die gaat geel krijgen. Silva. Daar is hij dan toch. Nee, Nefland. En weer is het Veldhuizen. Dubbele wissel aan de kant van Vitesse. Jonker en Gommans in de ploeg gekomen voor Swets en Doewe. Hatemos gaat aanvallender spelen met Vitesse. Dat is nodig ook na die zwakke eerste helft. Goed verlengd Berg. Nefland vastgehouden. En dus een vrije trap. Silva kan het knijterhard. Levchenko kan het geplaatst. Het wordt Silva en via een gelukje vloog die bal er nog bijna in. Maar bijna is niet helemaal en dus is het slechts een hoekschop voor Groningen. Silva met de geplaatste bal, niet hard dus. En Veldhuizen was kansloos geweest. Maar ziet tot zijn opluchting dat hij overvliegt. Wel een hoekschop nog staat er voor Groningen.
Nefland en Stemman. Vanavond zit hij in Voetbal Insight, Ron Jans. Lindgren, goed vrijgelopen, prachtige beweging. Ja, dan wil hij een strafschop. En dan krijgt hij hem niet. En wat gebeurt er dan nu? Yakubu, deelt hij een tik uit of niet? Of is het theater van Lindgren? Bossen stond er met de neus bovenop en besluit het allemaal weg te wuiven. En ik denk dat dat het meest verstandig is. Nog eens even kijken. Lindgren met een beweging à la Bergkamp. Dan gebeurt inderdaad niks. Maakt Yakubu zich daar kwaad om. En dan is dit, ja, dom van Yakubu. Maar er gebeurt ook niks. En Lindgren had dat niet moeten doen. Levchenko. Nefland. Diarie. Goed. De ruimte gezien door Nefland. Nu doorgelopen. Daar is Nefland. En dan schampt hij de bal. En daardoor komt Berger ook weer net niet aan. Lindgren. En nu een overtreding van Gommans. Daar gaat geel komen. Vierde geel. De wedstrijd voor Vitesse. Staat één keer geel van Groningen tegenover. Maar hier gebeurt helemaal niets overigens, hoor. Gommans haalt in. Wordt hem dus een kaart aangenaaid. Lindgren met de ruimte om te schieten. Lindgren en Veldhuizen zitten nog aan met de vingertoppen. 0-0 in Groningen. Zal hij dat een goed resultaat vinden? Ik denk het wel. Maar misschien krijgt Vitesse nog wel meer. Want hier is Jonker en die schiet tegen Lorca. De eerste echte kans voor Vitesse. In de 89ste minuut komt hij. Yakubu brengt hem opnieuw in. Van Loop blijft staan. Lorca. Wat was dat onverdiend geweest? Maar daar zullen ze maling aan hebben. Het waren wel twee beste kansen voor Vitesse. Berg, Sprokkel, Meerdink. Bal naar de grond brengen en hoog in de 16 gooien. Stemman begrijpt het. Nefland moet nu winnen. Wint ook. Mikrelisjuli niet goed weg. Nefland, Verhaag kopt hem uit het 16 meter gebied. Opgevangen. Nefland. En een geweldige poging nog. Maar opnieuw is het Veldhuizen die de grote sta in de weg is voor FC Groningen. En dan zal het gedaan zijn. En komt er een eind aan een beroerde week voor FC Groningen, waarin het grof verloor van NEC. Uitgeschakeld werd door Feyenoord. En hier veel beter voor de dag kwam. En dus iets deed aan eerherstel, maar veel te weinig krijgt uiteindelijk tegen Vitesse. Geel en zwart zijn onze kleuren. Daar kan je echt niets mee gebeuren. In onze stad al aan de Rijn, daar moet je echt Vitesse naar zijn, want dat is toch zo fijn. Geel en zwart zijn onze kleuren. Daar kan je echt niets mee gebeuren. In onze stad al aan de Rijn, daar moet je echt Vitesse naar zijn, want dat is toch zo fijn.